Man van 72 zwaar gewond na botsing met vrachtwagen. Keramisch Museum Goedewaagen wil weer koninklijk worden. En Elim veegt Noordscheschut van de tafel in finale Protos Weering zaalvoetbaltoernooi. Een 72-jarige man uit Fries is gisteren zwaar gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een vrachtwagen botste. Dat gebeurde op de N355 tussen Zuidhoorn en Noordhoorn. De man uit Fries reed in de richting van Groningen en kwam in een flauwe bocht op de verkeerde weghelft terecht. Een botsing met de vrachtwagen was niet meer te voorkomen. De 72-jarige zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. De 45-jarige vrachtwagenchauffeur uit Ulrum die bleef ongedeerd. Het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuwbuinen opende gisteren een nieuwe tentoonstelling over de Holland-Amerika-lijn. De Holland-Amerika-lijn is een wereldbegrip. Het is een multinational. En het bijzondere aan die Holland-Amerika-lijn is, die geven cadeaus. En van die cadeaus laten wij één speciaal gebied zien, dat is de keramiek. Maar of je nou glas hebt, of je postzegels hebt, of ansichtkaarten hebt, munten. Ze hebben van alles laten maken met hun logo's erop en dat wordt allemaal verzameld. Wij zijn een keramisch museum, dus wij hebben ons gericht op alles wat van keramiek gemaakt wordt. Jetta Klijnsma opende de tentoonstelling. Ze kwam bij het museum terecht door haar nieuwe website. Toen ik geïnstalleerd ben op 1 december, toen hebben we een website geopend. En die website heet Tip de Commissaris. En ik moet u zeggen, het is ongelooflijk. Er gebeurt zoveel in Drenthe. Het is zo fijn dat iedereen me uitnodigt, want dan leer ik de mensen ook kennen. Ja, ze is de commissaris van de koning en ik vind dat de commissaris van de koning moet weten waar de geschiedenis van Drenthe begint. Kijk, je kan natuurlijk op de Hondsrug gaan kijken en dan met de hunebedden. Maar dat was toch echt wel een beetje afgelopen toen de hunebedden niet meer in gebruik waren. Hier gebeurde het, hier werd gewerkt. Dit is echt een historische plek. En ja, ik hoop dat zij de hint begrepen heeft waarom het zo belangrijk is. In de openingstoespraak sprak de conservator de hoop uit dat het museum ooit het predicaat koninklijk zou krijgen. Jetta Klijnsma gaf toe aan die hoop. Nou ja, kijk, dit is zo bijzonder. En ik weet dat het predicaat koninklijk heel moeilijk te verwerven is. Maar ik wil het wel over het voetlicht brengen. En ik heb net met de burgemeester hier van Borger-Odoorn, burgemeester Seton, al even gesproken. En we gaan echt samen proberen om de boel aan de vork te steken. Want het gaat niet alleen maar om dit museum, maar het gaat natuurlijk ook om het bedrijf Goedewaagen. Dus ik vind echt dat, dat we bij het Koninklijk Huis op de deur moeten kloppen. Dit is Rakker, een van de twee katten van de overleden moeder van fotograaf Marten Schonewille uit Noordscheschut. Op deze bijzondere foto neemt Rakker afscheid bij de kist. Mijn moeder was al eigenlijk 2 dagen lag ze hier in huis nadat ze overleden was. Ik zat hier met mijn vader zat daar. Mijn moeder lag hier, we hadden hier een mooi hoekje gemaakt. Hij sprong op de stoel. Nou, heeft 5 minuutjes op de stoel gezeten en niks anders als naar mijn moeder kijken, naar haar gezicht. En één keer, we waren zo aan het praten, één keer zie ik in een ooghoek. Hij zet zijn pootjes op de rand van de kist. En terwijl ik dat zag, pakte ik de camera. En ik maak foto's. En in dat moment zie je dat ze zijn pootje bij mijn moeder op de arm legt. En heel voorzichtig, hij kijkt mijn moeder nog een keer aan. Hij springt van de stoel, hij mouwt nog een keertje. En die mouw die ging echt door merg en benen heen. En hij springt hier weg uit de kamer. En zo ging het vanmiddag ook toen ik bij de familie Schonewille op bezoek was. Rakker krijgen we niet te spreken en amper te zien. Een paar weken na zijn moeders overlijden besluit Martin één van de foto's in te sturen naar een wedstrijd van Dagblad NRC. Ik heb die foto weggestuurd, dat was echt een emotionele actie. 2, 3 dagen later, er kwamen zoveel reacties op die foto. Ik denk, potverdikke, maar dan is dit toch echt ook een bijzondere foto. Het publiek koos de foto in de top 3. De vakjury kiest binnenkort. De hoofdprijs is een camera. Ik denk, maar daar heb ik eigenlijk een hele goede bestemming voor. Mapa Mondo en Wezep. En dan begeleiden ze eigenlijk kindertjes 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat zijn echt kindertjes die heel ziek zijn en intensieve begeleiding nodig hebben. Kan personeel daar ook foto's maken op het moment dat de ouders er niet zijn. En wat ik ook probeer, De veroorzaker van de bijzondere foto laat zich niet nog een keer door de lens vangen. Dit is echt een van de mooiste dagen van mijn leven, serieus. Echt. Dit heb ik altijd wel gedroomd, om met Elim een keer de finale te halen. En dan gaan we rennen, let maar op. Het is natuurlijk voor iedere Drentse voetballer een droom. De finale van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi halen. Maar ook voor supporters is het een absoluut hoogtepunt. Zo, vooral daarboven en achter mij. Daar met de trommel, daar gebeurt van alles. En onderin proberen natuurlijk het publiek al zoveel mogelijk erbij in te betrekken. De sfeer hier is adembenemend. Ik heb je een aantal keer Jantje horen roepen. Wat is Jantje? Nou, een Jantje is als je iemand oprolt, zeg maar, weet je, 6-0. Geef iemand een Jantje, geef iemand van katoen. Nou, dat hebben we net de Weiden laten zien. Tennisclub De Weiden. Waar veel clubs met 4 bussen vol supporters naar de sporthal in Angersloos zijn afgereisd om hun ploeg naar de overwinning te helpen, moet MSC het doen met een klein, maar heel fanatiek groepje. Probeer wat sfeer erin te krijgen van MSC, want er zijn weinig publiek altijd bij MSC. Ik hoorde Justin laatst zeggen bij het Drenthe dat weinig sfeer was, dus ik dacht, nou dan ga ik er een sfeertje van maken. Er zit ook een SVBO-vak, een beetje ruzie tussendoor, maar het was gezellig toch. Iets meer dan 1800 kaarten zijn er verkocht voor de finale dag. Je moet er als de kippen bij zijn. Ja, klopt. Ik hoorde inderdaad ook het verhaal bij Noordscheschut dat er binnen een kwartier alles uitverkocht was. Elim die had alle kaarten binnen 20 minuten uitverkocht. Dus ja, dat gaat meestal wel heel hard, ja. Ja, klopt. Hoe belangrijk zijn de supporters voor dit toernooi? Ja, heel erg belangrijk. Zonder supporters geen sfeer. Dus dat is heel erg belangrijk. Als we hier in een lege zaal voetballen, dan is het ook lang niet zo leuk en is de sfeer er ook niet. Dus die zijn heel erg belangrijk voor dit toernooi. Ja. En die gekke supporters, die raken niet uitgepraat over het toernooi en hun plaatselijke superhelden. Ja, dus kijk om je heen. Je moet kijken wat een sfeer. Iedereen zingen, iedereen wat een sfeer toch, of niet? Dat is mooi, prachtig man. Wij strijden tot de laatste seconde, onze spelers geven elke centimeter en zo komen we in de finale. Vanavond is het onbewolkt en vriest het licht met tot 2 graden vorst. Komende nacht daalt de temperatuur onder een heldere hemel verder en koelt het af naar uiteindelijk min 4 graden. Daarbij staat er nog steeds een matige noordoostenwind. Morgen is het een stralend zonnige winterdag en blijft het wederom koud door de matige oost- tot noordoostenwind. 'S Ochtends vriest het 2 tot 3 graden en komen de gevoelstemperaturen zelfs uit rond min 8. Morgenmiddag trekt de wind aan en wordt het bij een vrij krachtige noordoostenwind nog maximaal 1 tot 2 graden. Dinsdagochtend vriest het nog licht, overdag laat de zon zich eerst nog heel even zien. Maar in de loop van de dag raakt het bewolkt. Het is droog, al valt er dinsdagavond wel wat motregen. Bij een matige zuidoostenwind wordt het wat minder koud met maximaal 5 graden. Woensdag verloopt ook bewolkt en dan valt er af en toe nog wat lichte regen of motregen. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het dan vrij zacht met 7 tot 8 graden. Dit was Drenthe Nu, graag tot morgen.